sommige mensen zeggen ook dat als je te knap bent, dat mensen er juist niet op je af durven te komen. Ja, dat heb ik. Dus jij Spuiten en Slikken, de podcast. Voor je wekelijkse portie seks en drugs. Hey allemaal, wat leuk. Hey. Wat leuk dat jullie weer luisteren. Wow. Iedereen is nu afgehaakt. Ja, als ik dit nu zou luisteren, zou ik het gelijk afzetten. Dus hier heb ik geen zin in. Ja. Maar voor de mensen die wel zijn blijven hangen. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik ben Diva en ik ben hier vandaag samen met Ralf en Roos. Hey. Hey. Leuk dat jullie er weer zijn. We hebben deze week een heel leuk onderwerp, al zeg ik het zelf. Maar eerst even een updateje. Hoe wat is het onderwerp? Nee, ik wil eerst een update. Staat toch al in de titel, ja. Oh ja, dus zijn we. Ik weet het nog niet. Ja. Goed. Ik ben wel echt gaar. Ik was namelijk op een festival 2 dagen. Twee dagen lang? Collega's. Hoe leuk. Oh. Ja, met Job en Indy. We hebben heel lekker gelopen en lekker gekletst. En een beetje geschaatst. Geschaatst. In de zomer. Leg uit. Nee, het was echt heel gezellig. En ja, nu een beetje gaar zoals het hoort. Maar dinsdagdip. Het is dinsdag. Heb je een dip? Ik heb dat dus nooit zo. Hoe merk je dat of je een dinsdagdip hebt? Als je dat niet hebt, dan heb je het altijd, hè? Oh, nee. Dan zit je gewoon permanent in dinsdag. Ja. Nee, ja, gewoon een beetje moe, maar meer niet. Oké. Okay. Ja. Ja, dat heb ik dagelijks. Leuk. Maar het was het waard? Het was de dip waard? Zeker. Echt. Nou ja, hier hebben we het vorige keer over gehad. Ik vind festivals echt een van de leukste dingen die er zijn. Wat is je leukste herinnering van dit festival? Zo leuk was het dus niet. Ja, het waren allemaal hoogtepunten. Maar het ding is, het is zomer. Dus er staan nog veel meer festivals op de planning. Yeah. Alsof je daarheen gaat, Dief. Ja. Wie hou je voor de gek? Ralf, laat me even het onderwerp inleiden. Oh ja, oké. Doe dan. Oké, dus we gaan net allemaal iets beter ons best doen om er leuk uit te zien en om gezien te worden. Dus wat er gebeurt, we gaan collectief meer flirten! Ga je niet meer flirten in de zomer? Is dat een flirten? Ding? Ja, in de zomer flirt je meer. Ik word geiler in de lente. Dat is, dat, een ding. Ja? Dat is een ding, lentekriebels. Ja. Hoe merk je dat? In mijn onderbuik. Onderbroek? In mijn onderbroek. In je onderbroekje. Ook dat je dit ging vertellen. In mijn broekje. Hey, weten jullie nog je allerlaatste flirt experience? Zo. Sowieso hebben jullie afgelopen weekend allebei 1 keer geflirt. Er is wel geflirt. Alleen, ik ben nooit zo'n bewuste flirter, denk ik. Jawel. Nee, niet? Echt niet. Wat dan? Nou, jawel. Ik heb nou niet echt dat ik op iemand afstap en dan denk ik ga jou even helemaal inpakken. Nee. Oh ja. Maar... Oké, maar als je iemand leuk vindt... Gaf je me nou een knipoog? Ik zou niet durven. Oh, jij bent wel echt zo'n smooth flirter, ja, denk inderdaad. Ik, Lief. Ik denk dat jij dat heel goed kan. Nee, ik ga jullie straks uitleggen hoe je het beste kan flirten. En wat nou het verschil is tussen wanneer iemand met je flirt en wanneer iemand gewoon aardig doet. Want dat is ook nog wel eens lastig. Ja. Vooral wat Ralf zegt, van misschien heb je het niet door. Maar denken anderen wel van hij is met mij aan het flirten. Maar bedoel je dat helemaal niet zo? Dat zou wel kunnen. Maar ik weet niet, ik ben gewoon niet zo'n flirter, denk ik. Jawel, maar ik vind dat jij met iedereen flirt, Ralf. Dat ja, denk jij, dat hè? Is dus het gevaar. Maar dan is het dus misschien niet met iedereen. Oké, maar als er iemand is... Hoezo denk je dat ik met iedereen flirt? Nou, omdat je heel veel plaagt. En normaal is meisjes... Meisjes vragen, kusjes vragen. Voordat ik jou kende, dacht ik altijd van... Oh, volgens mij vindt hij haar leuk. Oh, haar leuk. Dacht ik, oh nee, dit doe je gewoon bij iedereen. Ja. Maar dat is gewoon... Maar oké, als jij gewoon een meisje leuk zijn, vindt, of, hoe doe je dat dan? Stel je denkt, oké, ik wil haar... ik wil indruk op haar maken. Push-ups doen, optrekken. Mannelijkheid, ergens overheen plassen. Dat soort dingen. Ergens gewoon overheen. The usual. Goeie tips. Nee, maar dat is dus echt iets wat ik niet snel doe. Ik durf dat ook helemaal niet. Als ik iemand leuk vind, dan denk ik niet van... Wow, ik ga nu op je afstappen en ik begin met een goede openingszin... en dan ga ik je even helemaal... nee, dat doe ik helemaal niet. Ralf, wat jij nu omschrijft... is het verschil tussen flirten en verleiden. Oh. Hoe zouden jullie flirten definiëren?
Flirt neveneren. Even denken. Ja, ik denk dan dus echt inpakken. Ja, ik denk dan misschien gewoon verleiden, inderdaad. Mm. Maar dat flirten kan dus... Misschien is flirten veel subtieler. Oké, flirten betekent letterlijk... Flirten is een vorm van communicatie tussen mensen... waarin met sensualiteit wordt gespeeld... of seksuele interesse wordt getoond. En het verschil met verleiden slash versieren is... Flirten gaat over het uiten van interesse of aantrekkings... Flirten gaat over het uiten van interesse of aantrekkingskracht naar iemand en is wat speelser. Bij verleiden ben je doelgerichter bezig. Je bent dan al voorbij het punt van ontdekken of er interesse is. Dus bij verleiden en versieren wil je iemand echt de jouwe maken. En je kan flirten zonder te verleiden. Het is gewoon meer een beetje ontdekken en wat speelser. Maar je kan niet verleiden zonder te flirten. Snap je? Ik snap hem. Oh, ja? Nog even. Want flirten, maar eigenlijk zegt dit dus ook, flirten kan je ook een soort van vriendschappelijk doen. Of tegen een kassamedewerker of een collega. Zijn, Maar je zei in die definitie dat het gaat om een seksuele handeling. Een seksuele interesse. Een vorm van communicatie waarin met sensualiteit wordt gespeeld. Of seksuele interesse wordt getoond. Sensualiteit wordt gespeeld. Dat doet niet met een kassamedewerker. Nou, dat kan wel. Hè? Maar flirten is gewoon ook wat speelser en wat... vrijblijvender. Okay. Zo moet je het meer zien. Ja, oké. Okay. Ik denk dat flirten jezelf laten opvallen is. Misschien. Ja. Wow, dat vind ik wel een hele goeie. Dus dat je net even iets meer moeite doet voor een bepaald persoon. Voor wat voor reden dan ook. Ja. En dan verleiden is echt met seks als doel. Ja, of seks zoenen, of iets anders. Je wilt gewoon iets van diegene. Ja. Aaien. Maar hoe flirt jij dan, Roos? Ik kan dat dus ook echt niet. Hoezo denk je dat je het niet kan? Ik krijg gewoon, ik weet niet. Ik denk, oké, als ik flirt, dan denk ik dat ik mijn aanwezigheid gewoon dicht bij die ander breng. En dan doe ik gewoon heel enthousiast. Mm-hmm. En gewoon dat je een leuk mens bent. Maar ik denk niet dat ik specifieke... Laat je wel eens je knutselspullen zien of zo? Of dat soort dingen. Haar manier van flirten, knutselprojectjes. Ik heb dit gemaakt en ik heb dit meegenomen. Je zet gewoon de beste versie van jezelf neer. Gewoon iets wat ik ook leuk zou vinden als een ander zou doen. Geenthousiast, geïnteresseerd, iemand aankijken. Je kan ook wel aanrakingen zo doen. Maar... Ah, ik vind het een beetje lastig. Als iemand, als je merkt... Dat... Geïnteresseerd doen voor je lastig. Ja, dat weten we erover. Als iemand ineens heel erg zijn best voor je gaat doen... Nee, dat is een ander uiterste. Maar je kan wel gewoon zorgen dat je wel bewust bent van jezelf op dat moment. En gewoon aardig bent en interesse toont. Maar je hoeft niet zo al over iemand te zijn meteen. Nee. Ja, want ik vind het persoonlijk... juist spannender als iemand niet gelijk als kaart op tafel ligt. Ja, snap je? Ja, een beetje mysterieus blijven. Beetje mysterieus. Ja, precies. Ja. Maar ja, dat is ook waar. Dat is het leuke aan flirten. Want het is inderdaad nog een beetje mysterieus. Van oeh, wat wil diegene? Ja, een beetje ook wel interesse tonen. En dan weer even niet meteen reageren op een bericht. Of niet komen. Zo irritant. Ja, doe je dat wel eens? Jawel. Ja, het klinkt nu echt zo kut. Maar het is wel gewoon, je wil inderdaad niet meteen overduidelijk... En je wil ook testen of het ook uit de ander komt. Dus als jij telkens degene bent die als eerste appt of reageert op iets, dan weet je ook niet zeker, toch? Of iemand soms even een paar weken blokkeren en dan weer, weer een brief sturen. Maar Roos, het klinkt, je zei net van ik kan echt niet flirten, maar het klinkt wel alsof je een paar trucjes hebt. Maar ik denk dat ik dat gewoon in mijn hoofd niet schaar onder flirten. Ik zie flirten op zo'n hele foute manier met een knipoog en een aanraking en een soort van die uitsmijters en zo. Ja. En ik herken het ook nooit als iemand met mij flirt. Oh, wat goed. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ja. Dat ga ik jullie allemaal leren. De eerste stelling is namelijk, flirten is een skill die je wel of niet bezit. Oké, dus dat je een bepaald charisma hebt of zo, dat je natuurlijk wel of niet hebt. Ja. En dus niet kan aanleren of zo. Ja, wat denken jullie? Omdat Roos al zegt, ik kan niet flirten. Denk je van, ik zou dat nooit kunnen. En jawel, andere mensen dat kunnen dat heel leren. Goed. En dat je dingen die niet werken af kan leren. Ik denk dat je dat charisma misschien best wel kan aanleren of zo. Snap je dan wat ik bedoel? Dus niet echt zo letterlijk met een soort van bepaalde zinnetjes die altijd werken. Nee, niet dat het een stappenplan is. Nee. Maar dan eerder dat je... Ja, wat is dat dan? Humor gebruiken of zo? Of meer? Dat is het. Ik denk dat het echt heel erg grotendeels gewoon is een leuk persoon zijn. Want dat bepaalt voor een groot deel of iemand maar met jou verder wil gaan, dat is best gaan, wel moeilijk om aan te leren. Ja, maar ik denk dat het dan misschien eerder zit in afleren. Bepaalde dingen afleren die niet werken. Ja. Toch? Ja, ik weet niet. Daar denk ik dan nu ineens aan. Ja, maar er zijn wel degelijk flirttechnieken. Flirttips! Waardoor je kan merken dat iemand met jou flirt. Of die je zelf kunt inzetten als je iemand
interessant vindt en daarmee wilt flirten om te ontdekken of die jou ook interessant vindt, bijvoorbeeld. En er zijn bijvoorbeeld echt heel veel cursussen en e-boeken en workshops over flirten, ja. Want ze zeggen dat het daarmee begint. Wat ik al zei, het verleiden is echt een stapje verder. Maar het begint een beetje met flirten. Nou, wat je bijvoorbeeld leert is oogcontact maken zonder te praten. Dus hoe zorg je een soort van, als je iemand ziet in een ruimte en die valt op, hoe zorg je dan dat je subtiel oogcontact kan maken zonder dat diegene denkt van, wat ben jij voor fucking stalker? Ja, nou ja, gewoon alleen dat al is al, vind ik al lastig. Toch? Ja, gewoon iemand zo, want je, ja, normaal heb je als reactie gewoon dat je wegkijkt als iemand je, toch? Ja, of ja. Nou, dat heb ik in ieder geval. Ja, nee, dat heb ik ook wel. Complimenten geven. Dus hoe je complimenten geeft zonder dat het te erg erop ligt, weet je wel. Lekker broekje heb je aan. Toch? Dank je. Lekker broekje. Werkte dat voor jou een keer? Lekker broekje. It works every time. En wat Ralf ook heel veel doet, is plagen. Dat is dus ook een flirttechniek, een beetje plagen. Maar ik vind dat ook wel weer gevaarlijk, want ik deed dat dus ook altijd. Maar op een gegeven moment schrik je jongens wel echt af. Dan denken ze van, oh, ben jij een kutwijf? Of dat ze denken van, ben je nou geïnteresseerd of niet? Snap je wat ik bedoel? Dat is een dunne lijn. Ja, dat is een hele dunne lijn. Want je kan iemand best wel een beetje fokken, inderdaad. Ja. Maar ik heb dan soms ook wel eens gemerkt dat iemand daar dan niet per se om moet lachen. En dan ben je eigenlijk gewoon iemand aan het uitschelden. Voor even. En dan werkt wat eigenlijk niet zo goed. Wat zei je op dat moment dan? Ja, weet ik. Oh, wil je niet met mij naar bed, kutwoer? Vuile hoor! Ja, dan denk je, ah oh, nee, dat heb ik toch niet helemaal goed aangepakt. En eentje is fysiek contact. Dus Roos, wat jij net ook al zei, subtiele aanrakingen. Zo laat je ook een beetje merken dat je wat meer wilt. Dus Ralf, niet gaan stompen. Maar ja, niet stompen, niet knijpen, niet bijten, niet spugen, dat soort dingen. Nee. Ja, dat is goed, je begint snel te leren. Nou, vroeger was ik dit? Nou, vroeger was ik iets van 5 of 6. En toen ging ik naar de crash. En toen moest ik altijd een rijtje opnoemen aan mijn moeder wat ik allemaal niet mocht doen. Hou je niet bijten, niet slaan, niet schoppen, niet spugen, niet knijpen, niet haren trekken, niet krabben. Pas als ik dat allemaal had gezegd, mocht ik naar school. Heb je dat allemaal afgeleerd toen je hier ging werken? Nee, dat doe ik nog steeds als ik naar werk ga. Maar hoe is die lijst ontstaan? Omdat je dat eerst deed? Of was het al bij voorbaat? Nee, ik deed dat wel. Ik was een beetje een agressief kindje. Er kwam telkens iets bij. Het begon met niet knijpen. Een week later, na maand niet knijpen, niet krabben, niet. Nee. Ja. Wow. Maar ze zeggen dus dat je als kindje al een beetje bezig bent met flirten. Maar niet heel bewust. Wat jij net ook zei, meisjes plagen, kusjes vragen. Dus Zeg je eigenlijk dat je het kan aanleren? Je kan het zeker leren. Iedereen kan het. En het is ook nog zo dat normaal zouden mensen denken dat je heel knap moet zijn, wil iemand met jou gaan flirten. Maar volgens psycholoog Monica Moore, die het flirtgedrag van duizenden mensen observeerde in bars, winkelcentra en andere plaatsen waar jonge mensen elkaar ontmoeten, zouden vrouwen die glimlachen en oogcontact maken sneller benaderd worden dan vrouwen die gewoon knap zijn. Dus ja, man, ben je nog zo lelijk als je lief kan lachen, kan er alsnog een beetje geflirt worden. Ik vind sowieso in flirten of op een avond of zo, vind ik het feit dat iemand leuk is of grappig of zelfverzekerd of slim of dat soort dingen, vind ik veel belangrijker dan iemand die er alleen maar mooi uitziet. Ja. Zoveel gezelliger. Ja, klopt. Dus ook als iemand lief lacht of heel open is of gezellig is, dan vind ik dat gelijk al veel leuker. Ja, is veel belangrijker dat je een beetje benaderbaar bent. Ja, dat. Want soms doen mensen zo mysterieus of zo. Of dan wachten, een beetje kat uit de boom kijken. Maar dan denk ik, dan komt er niemand op je af. Of sommige mensen zeggen ook dat als je te knap bent, dat mensen er juist niet op je af durven te komen. Ja, dat heb ik. Daarom stapt er nooit iemand op je af. Nee, dat heb ik zo lang zien. Nee, maar dat is oprecht wel zo. Want ik heb ook het idee dat als je in een relatie zit en je wil bewust dat niemand jou aanspreekt, dat mensen dat ook al soort van voelen, omdat je toch al iets uitstraalt. Dus dat is het belangrijkste als je wil dat er met je geflirt wordt. Hebben jullie wel eens iemand meegemaakt waarvan je dacht, is dit flirt? Is dit hoe jij flirt? Nou, in de DM. Zo, jij hebt hele rare DM's gekregen. Ja, echt dat ik, gewoon van die klassieke openingszinnen, maar ook gewoon van, ik denk dat het een soort nieuwe techniek is die mensen ergens hebben gelezen, maar ik krijg best wel wat DM's van jongens van, hey, ik moet iets vragen.
En of ze beginnen gewoon met een vraag, zodat je dan begint met praten. Dat is volgens mij echt een tactiek. Oh, ja, ja. Maar dan soms worden ze echt heel pusherig van hallo, hallo, ik heb gewoon één vraag. En dan krijg je 10 DM's met ik heb 1 vraag. En ik stel dan die vraag. Maar dan wachten ze tot je reageert of zo. Of wat ik ook niet aantrekkelijk vind, is als mensen juist dan een beetje afstandelijk gaan doen en uit de hoogte of zo. Dan is iemand heel leuk en dan... Juist als ze geïnteresseerd zijn, dan gaan ze een beetje stoer. Ik dacht eigenlijk dat jij dat een beetje zou doen, Ralf. Uit de hoogte? Nou, dat is... Nee, een beetje afstandelijk eerder. Dat je een soort van dan, als je iemand leuk vindt, een beetje juist... Dat iemand expres een soort van rol aanneemt. Ja, heel droog. Oh ja, ja, ja. Ja, ik hoop het niet, maar misschien eigenlijk wel. Ja, misschien wel. Ja, maar dan denk ik eerder omdat ik gewoon niet durf. Oh ja, dat ik dan denk... Dat is dan wel weer schattig eigenlijk. Oh, dat is dan wel weer schattig. Maar ja. wat zou er met jou gebeuren, Ralf, als een vrouw naar jou toe komt en je merkt overduidelijk dat ze met je aan het flirten is? Nou, hebben jullie die... de eerste versie van Madame die nou ja, Blind Date. Dit was het beste moment. Voor Ras Blind Date komt er dus een video uit. Of die is misschien nu al uit, online. Met een cougar, Madame Lucette. Hele leuke vrouw. Maar die was zo direct met me aan het flirten. Ja, nou, jullie hebben het gezien. Ik kon gewoon helemaal niks meer. Ja, dan sta ik echt met een mond vol tanden. Dan word ik helemaal verlegen. Dit was zo grappig. Maar kijk, dit was ook wel een aparte situatie. Want Ralf kon ook geen kant op. Want hij presenteerde het programma. Ja, gewoon in mijn eigen show. Hoe durft ze? Ik heb jou nog nooit zien stilvallen, Ralf. En dat was het moment dat... Zij is dus cougar, dus ze valt op jongere mannen. En toen begon aan het begin van het gesprek ging het over... Toen vroeg jij volgens mij van... ben ik een beetje jouw type of zou je op mij vallen? En ze zei ja... Maar dat zag ik al dat hij binnenkwam. Dus je kreeg hem een soort van Juno reverse meteen terug. En jij viel helemaal stil. En later in het gesprek ook. Dan keek je mij zo aan. Je wist gewoon je vraag niet meer. Dat is zo grappig. En zij bleef me gewoon zo aankijken. En ik kon nergens heen. En toen was het even stil. Oké, dus jij klapt gewoon dicht als je merkt dat iemand flirt waar je geen interesse in hebt. Ja, of ook als ik wel interesse heb en iemand flirt heel direct met me, dan klap ik ook dicht. Echt? Ja, ik weet dan gewoon niet wat ik moet doen. Oh. Ja, ik ben niet zo van het hele soort van dat verleiden spel. Dus voor jou werkt het misschien beter als je iemand eigenlijk helemaal niet zo heel leuk vindt. Nou, dan ben ik in ieder geval een stuk comfortabeler. Ja. Op het moment dat ik iemand heel leuk of heel knap vind, dan worden de... hoe noem je dat? Dan worden de stakes heel hoog. Ja. Dus dan wordt het veel spannender. Ja. Ja. Ja, dat snap ik ook. Hebben jullie dat niet? Jawel. Nou. Maar hebben jullie. Oké, maar wacht. Hebben jullie het idee dat jullie zelf flirten? Of wordt er meer met jullie geflirt? Nou, ik heb ook wel. Als ik denk van wow, hij is knap of zo. Dan durf ik er niet per se op af te stappen. Maar ik probeer dat nu wel meer te doen. Omdat ik denk, ja, anders wordt er ook nooit gelukt. Oké, maar hoe stap je dan op iemand af? Wat zeg je dan? Ik weet niet. Ik denk dat ik eerst gewoon een beetje ga peilen of zo. Eerst een beetje kijken. Kijkt hij naar mij? Kijk ik naar hem. Want dat wegkijken is toch al wat je vaak doet. Ja. Maar dan beroof je jezelf ook van iets wat heel mooi kan worden. Ja, want wat waren nou de dingen? Fysiek contact, oogcontact. Oogcontact, subtiele aanrakingen, complimenten geven. En een beetje plagen. Complimenten geven vind ik ook... Een compliment krijgen vind ik ook heel irritant. Ja, waarom? Nou, hoe ga je daarmee om? Hoe je dat moet ontvangen. Ja. Oh, er zijn wel meer mensen die ik hoor die niet weten hoe je een compliment moet ontvangen. Wat moet je dan doen? Ja. Dan zeg je dank je. Dank je wel. En dat is toch niet heel moeilijk. En dan ben je blij, want je hebt een compliment gekregen. En dan zeg je, die steek ik in mijn zak. Die steek ik even lekker in mijn zak. Oh, wil je wat in drinken? Nee, het is toch gewoon leuk? Vind je complimenten krijgen ook niet leuk? Nee, daar word ik een beetje ongemakkelijk van. Nou, dan hoeven we dat ook niet meer te doen. Nee, ja, bij mij werkt dat niet zo, hoor. Denk ik. Maar ik zit weer naar jouw lippen te kijken en ik vind ze wel echt heel mooi. Mooie ja, zie je, ook. Ja, nu ben je me echt aan het uitlokken. Wil je glimlachen? Hij wordt ook weer wat schattig. Nu kijkt hij weg. Oh, nee, maar ik had bijvoorbeeld afgelopen weekend, toen had ik dat een beetje. En toen had dus een andere jongen van het feest tegen hem gezegd van ja, zij is wel geïnteresseerd in jou. En toen kwam ik niet meer van hem af. En toen dacht ik, verdomme, had ik maar nooit geflirt. Dus hoe doe je dat? Hebben jullie daar misschien tips voor? Nee, maar ik heb wel een heel leuk verhaal van het feest van dit weekend. Oké, Diva stond in de keuken met 3 jongens. En die waren volgens mij allemaal een beetje over haar heen van, geïnteresseerd. En toen zei één iemand van, ik vind Diva echt een mooie naam. En toen zei hij, wil je hem hebben? En toen zei hij, oh nee. En toen wist hij niet wat hij moest zeggen. Toen zei hij, ja, ik vind jou wel een beetje lijken op Megan Fox. En toen zei Diva, iemand wil gepijpt worden.
Ja, anders zeg je dat toch niet zo. Het is overduidelijk dat ik er niet op lijk. Niemand is zo aardig tegen jou als iemand die seks met je wil. En jij zegt dat ik niet goed met complimenten om kan gaan. Ja. En dit is wat jij zegt als jij een compliment krijgt. Ja. Oh. Maar ik ga ook uit de reflex als iemand dan zo achter je aan zit, dan wil je eigenlijk gewoon weglopen of zo. Ja. Toch? Stelling 2 is, ik flirt alleen als ik meer van die persoon wil. Ja, maar wat is meer? Neukie seks? Godver. Nee, gewoon of als je een collega hebt en je wil een goede naam voor jezelf maken, dat er altijd iets achter zit. Of zo, zo. Ja, wat zijn jullie persoonlijke redenen om te flirten? Ja, maar dat vind ik dus echt allemaal bullshit. Als je met iemand flirt om iets gedaan te krijgen, heb je dat wel eens gedaan? Ja, jij is sowieso diva, vuile. Eerlijk. Wij zijn vrouwen. Maar ik flirt nooit zo bewust. Echt niet. Ik krijg error. Ik weet niet. Soort van. Ik doe. Als ik iemand leuk vind, dan ga je natuurlijk. Ben je bewust dat je een leuke versie van jezelf bent. Maar bij flirten denk ik echt aan die. Nee, ik weet niet of ik dat bewust doe. Nee, maar dat onderscheid hebben we dus gemaakt. Dus dat is dan verleiden. Maar we hebben het over flirten. Dat doe ik gewoon, dan denk ik. Of gewoon. Dan doe ik het. Oké. Als ik het zo bekijk, dan doe ik het heel laagdrempelig. Dan heb ik gewoon dagen waarop ik me, denk ik, flirterig voel. En dan kan het echt tegen random mensen zijn. Ja. Maar gewoon omdat je dan even main character bent. Ja, ja precies. Daar dus kan dan, ik me wel eens dan vinden. Zit je gewoon lekker in je vel. Ja. En dan voel je je gewoon goed. En dan denk je van, ik ga gewoon met iedereen lekker chillen en gezellig doen. Ja. 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 Dat is één van de redenen om te flirten. Dus gewoon voor de lol en een beetje het spelletje. En dan hoef je niet per se iets van die ander. Dan is het inderdaad meer voor jezelf. Ja. Ik doe dat ook wel eens of dan verzin je met uitgaan alsof je iemand anders bent, weet je wel? Ja. Dat soort dingen. Hè? Hoe bedoel je? Doe je dat nooit? Hè? Hey, I'm from London. I'm looking for a daddy. Nee, dit heb je nog nooit gedaan. Ja. Jawel. Ralf, je dat gaan we zo doen met Lowlands. Plezier. Dan trekken we een naam uit een hoed. Dan ben je die persoon die dag. Nee, doe ik echt niet aan mee. En dan verzinnen wij daar allemaal dingen omheen. Ik was één keer een dolfijnen trainster uit Zweden die gisteren was geland. Ik had helemaal een ander. Ja, maar hoe leuk is dat? Dat is echt heel leuk. En dan kun je ook flirten zonder dat je iets van die persoon wil. Ja, maar dan ben je die persoon en word je helemaal verliefd op die dolfijnen trainster. Blijkt ze gewoon Roos Haarsma te zijn. Dat is teleurstellend. Ja. Ja. Maar niet jouw probleem. Nee. Oh, ja, het is echt weer. Maar wat zou volgens jou een reden zijn om te flirten? Om iemand het bed in te krijgen. Oh ja, inderdaad. Ook een. Nou, dat een is toch ongeveer de enige reden. Of voor een leuke relatie. Of voor. Weet ik veel. Dat je in ieder geval potentie ziet in iemand om een bepaalde romantische. Ja. Ja. Relatie aan te gaan. Is wel een van de grootste redenen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook mensen die in een relatie zitten. Die flirten met anderen. En dan is het vooral om te ontdekken hoe je in de markt ligt. Is er nog een soort van wederzijdse, wederzijdse interesse? Als ik interesse toon in een vrouw, krijg ik dat dan ook terug, zonder dat je per se iets wil? Ja, dit hoor ik wel vaak, inderdaad. Van mensen die dan toch nog even belangrijk vinden om die bevestiging te krijgen van vreemde mensen. Ja. En dat dan ook genoeg is. Ja, dus dat precies. Ze daar dan verder ook niet meer iets mee doen. Ja, of zo. Precies. Ja. Dus dat ontdekken hoe je in de markt ligt. Of echt voor een zelfvertrouwen boost. Dus als je bijvoorbeeld iemand ziet dat je denkt, wow, hij is knap. Ik ga even ontdekken of die mij ook zou willen. Wow, maar Ralf, we hebben jou nu gewoon 4 gratis redenen gegeven om meer te gaan flirten. Ja, maar ik denk niet dat ik dat vaak ga doen. Of dat ik dat vaak doe. Eigenlijk nooit. Maar hoe krijg je dan iemand het bed in? Ik ga nooit met mensen naar bed eigenlijk. Hij bindt ze vast en ze gaat mee naar huis. Goeie vraag. Weet ik eigenlijk niet. Heb geen idee. Hoe denk jij dat ik het doe? Oké. Ik denk dat jij zo iemand bent die wacht tot ze op hem. Beetje zo als een vader die bij een ijshockeywedstrijd komt kijken. Eerst met een biertje aan de zijkant staan. Gewoon in het blikveld, maar wel nog onbereikbaar. En dan ga je gewoon langzamerhand steeds dichterbij. Tot je gewoon fysiek heel dichtbij bent. En dan ga je gewoon een paar vragen stellen. En dan. Ja, ik weet ook niet hoe jij dit doet. Ik heb ook geen idee. Maar ik heb ook nou niet echt dat ik dan echt een heel gesprek ga aanknopen of zo. Nee, dat is ook natuurlijk wel heel veel gevraagd. Vind ik heel veel gevraagd om dat zomaar te gaan doen. Ja. Nou, begin je zo'n gesprek? Nou, we hebben het nu wel over flirten met iemand van het andere geslacht. Maar ik ben ook geïnteresseerd in meiden. Dus daar is het wel echt 10 keer lastiger. Tenminste, ik val dan op vrouwelijke vrouwen. Mm-hmm. En toch heb je daar. Ik heb geen gaydar, sowieso niet. Dat is afwezig. Nee. Ik was over Gordon nog verbaasd. Dat komt gewoon niet in me op.
Geef niet, daar leer je mee leven. Ja, dus dat is heel lastig. En dan weet ik gewoon nooit zeker, omdat vrouwen vaak gewoon zo aardig tegen elkaar zijn. En als je een compliment geeft aan een man, wordt het toch eerder zo opgevat dat het misschien flirten is. Ja. En als je met meiden, je kan in de badkamer staan en gewoon selfies maken en soort van iemands nummer vragen en nog steeds denken van, wacht, ja, was het nou flirten of niet? Maar hoe zou je dat dan doen vanuit jezelf? Als jij in zo'n situatie zit en je wilt gaan flirten met iemand, wat maakt voor jou het verschil tussen hoe je dan tegen mij zou doen en tegen iemand waarmee je wilt flirten? Wacht, maar bedoel je dan bij, maakt niet uit bij welk geslacht? Gewoon. Nee, bij meiden wel. Ja, ik ben er zo onzeker in, omdat ik gewoon nooit... Ik wil ook niet die persoon zijn die dan iets probeert en dat het dan toch gewoon vriendschappelijk was of zo. Oh, ja, dat is ook niet zo heel erg. Maar daar ben ik dan bang voor. Dus ik wacht gewoon tot ik, denk ik, wat meer hints krijg van de ander. Yeah. En ik merk dan toch, als je wat drank op hebt, dat het wat makkelijker gaat of zo. Omdat je... Ja, de remmen zijn iets meer los. Ja. Dus ik heb ook de keren dat ik iets met meiden heb gedaan of naar bed ben geweest, dan begon het de eerste keer dat we er allebei echt zeker van waren, dan was het na een paar bier of zo, dat je het dan toch zeker weet. Dan bespreek je het eerder of zo. Ja, of dan ga je gewoon bij elkaar dansen en dan leg je een arm om iemand heen. Ja, ik denk dat ik het dus dan ook dansend doe. Oh ja. Zo. Maar jij bent nog te onzeker, dus je bent nog een beetje afwachtend. Ja, ik ben gewoon met mannen zekerder. Ja. Of zo, omdat ik daarin minder of meer ervaren ben. Als ik één tip zou moeten bedenken voor het flirten, dan is het denk ik dat je voor jezelf moet bedenken dat het niet zo erg is als het niet lukt. Dus je moet de angst voor een blauwtje moet je denk ik zo laag mogelijk maken. Ja. Waardoor je gewoon eigenlijk best wel veel durft. En ook wel direct durft. Natuurlijk moet je het een beetje aanvoelen. Ja. Het is niet alsof ik gelijk vraag van, hey, kom je mee naar huis? Maar ik denk dat ik voor mezelf ooit heb bedacht van dat het niet zo erg is als iemand dat niet wil of zo. En dat je daardoor het gewoon vaker probeert en daardoor ook iets comfortabeler bent of iets zelfverzekerder of zo. En ik denk dat dat uiteindelijk wel helpt. Ja, maar dat is ook precies het doel van flirt. Het is heel vrijblijvend. Het is gewoon een beetje aftasten van, hey, hoe zit het? En als iemand er niet zo op reageert als je had gedacht, nou, oké, prima. En ik denk ook dus dat die andere persoon dat eigenlijk nooit echt erg vindt. Nee, soort van in het ergste geval is een compliment. Ja. Vooral als je iemand dat niet heel goed kent. Kijk, als je bij een collega doet of zo, dan is het wel awkward. Iets anders. Nee, maar dat is het leuke aan flirten. Het kan gewoon heel onschuldig en speels blijven. Ja, inderdaad. Je moet er denk ik niet te hard aan trekken. Nee. Te zwaar aan trekken. Nee. Te hard aan trekken. Dat komt na het flirten. Ja. Klinkt alsof jij gewoon echt aan 100 mensen vraagt tot iemand ja zegt. Een soort lijstje. Hey, wil jij mee? Nee. Oké. Nou, jij dan? Zo, 3 vriendinnen naast elkaar. Jij? Nee, oké. Is er iemand die hier? Mag ik even de aandacht? Maar soms zie ik dat echt bij uitgaan. Als je echt tot laat blijft, dan zie je echt die mensen die wanhopig zijn. Oh. En dan, kijk, met alle respect, ze willen gewoon heel graag iemand regelen. En dan zie je ze ook echt zo afgaan bij wie het lukt. Ja, en dan vaak ga je dan wel met iemand naar. Ja, een beetje triest is het wel, maar goed. Maar goed, je doet wat je kan. Maar goed, je doet wat je kan doen, hè. Ja. Heb jij nog een flirt tip, Rose? Nee, ja. Oké. Nou, ik heb het dus oprecht nooit doorgehad als mensen met mij flirten. Tenminste, iedereen... Alle relaties die ik heb gehad, elke keer opnieuw was ik stom verbaasd. Nee, vindt hij me leuk? Hè? Had ik echt niet door. Dan moesten vriendinnen het altijd tegen mij zeggen. Of dat ik iemand leuk vond en dan dacht ik dat het niet zou werken. En dan hoor ik jaren later dat we elkaar tegelijk leuk vonden. Oh. Maar omdat ik dat nu zo vaak heb gehad, dacht ik van oké, misschien moet ik dan in mijn hoofd gaan printen dat het kan dat iemand mij leuk vindt. Maar nu heb ik het dus andersom. Dus ik had laatst tegen een collega... Je hebt dat iedereen jou leuk vindt. Nee, ik zei laatst tegen een collega... Ja, ik denk dat die me leuk vindt. Zei iemand, die is gay. Gewoon, en dat heb ik nu de hele... Hè? Wie? Ja, nee, dat zeg ik niet. Oh, maar... Oké, nou, dat hoor ik zo wel. Ja, nee, dat vind ik zielig. Maar, dus nu heb je het iets te hoog. Nee, ik heb nog steeds geen idee, gewoon. Ja, dus tips... Hè, maar snap jij mensen niet of zo? Wat gebeurt er? Nee. Kan je dat zo slecht inschatten? Ja, omdat ik denk, ben je nou gewoon... Of ben je gewoon heel aardig, ben je gewoon heel lief? Misschien doe je dit tegen iedereen. Misschien is het ook onzekerheid. Maar dat is ik het denk, dat, dat je niet wil zien inderdaad? Uit die onzekerheid, want dat kan niet. Nee, want nu wil ik het dan dus juist zien en dan is het weer niet zo. Denk je dat je zelf goed kan flirten? Nee, weet ik niet. Ik heb echt geen idee. Je wordt nu al ongemakkelijk. Ik heb nog nooit gezien, Roos. Ja. Wat gebeurt hier nou? Ik weet het niet.
Ik ga erop letten. Mijn tip is gewoon aardig doen, want een aardig, leuk, lief persoon, dat is veel handiger. Nee, wacht, ik denk dat we hier een beetje snel heen gaan. Nee. Maar Roos, wat gebeurt er met jou? Waarom word je zo rood? Oh, ik word rood, schatje. Ja. Wat doe je nu? Ik denk dat ik weet hoe jij flirt. Ik denk dat jij intens oogcontact maakt. Ik denk dat je het zo kan onderscheiden. Ik zie jou inderdaad totaal niet flirten. Ja, ik word dan heel hyper gewoon ook. Oh, dan word ik gewoon dan denk ik... Bla, 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 en dan... Ik weet niet, dan denk ik, oh, leuk brood heb je gekocht. Wat? Hoe is het? Maar, wil je mijn knutselspullen zien? Kijk, ik heb dit gemaakt. Ja, dit dat een beetje. Oh, wat schattig. Ja. Maar Roos, je zit toch in een relatie? Ja. Kijk, want het is ook dus heel belangrijk dat je in een relatie blijft flirten met elkaar. Want zo voorkom je dat je relatie minder... Wat? Jij zegt relatie heel grappig. Ja. Ben je nu aan het flirten? Ja. Nee, sorry. Wat zei je? Nee, maar zo voorkom je dat je relatie een soort van broer-zusband wordt of te vriendschappelijk. Dus je moet een soort van blijven flirten om te blijven... ja, die partner. Speelsheid erin te... Ja, met je partner. Ah. Doe je dat niet? Hey, weet ik niet. Ik weet niet. Roms, wat gebeurt er met ik jou? Ik weet het niet. Ze loopt helemaal vast. Okay, ik ga proberen uit te leggen wat er gebeurt. Ja. Dan denk ik... Flirt ik met mijn partner, dan denk ik, ja, ik doe wel gewoon heel leuk of lief of een lieve opmerking of compliment. Dan denk ik, ja, maar is dat dan flirten? Ik krijg gewoon error bij wat flirten precies is. Omdat ik dan denk, misschien is het wel gewoon iemand die heel leuk of lief of aardig doet. En jij bent gewoon heel slecht in die signalen onderscheiden. Ja, heel erg slecht. Ja, dus succes ermee. Ik hoop dat jullie iets hebben geleerd heb van de tips van Half een Diva. Nou. We moeten iemand die doelgericht met Roos gaat flirten op haar afsturen. Doe op Lowlands, stuur iemand op me af en kijk of ik het door heb. Ja, oké, goed idee. Okay. Dus we doen nu een soort oproep. Als jullie Roos zien op Lowlands, ga actief met haar flirten. Ja. En dan kijken of zij daarachter gaat komen. Ja. Comment van de week. Ik heb toch verkeerd geschoren. Man, man, wat een snee. Huh? Ja, jullie denken, waar wordt die comment onder geplaatst? Ja. Want we hebben alleen YouTube-video's. Nou, we hebben dus ook TikTok-video's. Oh. Hè? Oh. Ja, we zijn weer actief bezig op TikTok met Roos Antwoord. Kun je misschien wat uitleggen over wat die rubriek inhield? Want die is nu namelijk Spuiten en Slikken Antwoord geworden. Ja, het was een rubriek dat ik denk ik vorig jaar heb gemaakt. Een aantal dingen om je piemel in te stoppen. Of, wil jij je pik ergens in steken? Ja, precies. Dus ik dacht, ga het even proberen kijken. Een beetje uitvinden. Een beetje voor het eerst uittesten. Nou, dat ging helemaal viral. 4 miljoen views. 4 miljoen views. En nu hebben wij dus eigenlijk een rubriek waarin je kan allerlei vragen stellen over spuit- en slikken onderwerpen. En dan geven wij antwoord. En ik had er eentje gemaakt over scheertips. Ja. Het klinkt makkelijk, maar de eerste keer ging het bij mij ook niet goed. Eerste keer scheren. Bij mannen of bij vrouwen? Ik of maakt het niet uit? Oh, mijn tips. Ja. Wat waren die tips dan? De tips waren, nou, met de richting meescheren. Mm-hmm. Eerst nat maken. Ik denk ook altijd van, waarom moet dat ook weer? En dan krijg je allemaal rode bultjes. Ja. Scheerschuim. Oké. Okay. Ja, maar ook. Geen scheerschuim op je kut, want dan krijg je bacteriële infecties. Oké. En neem de tijd als je het voor het eerst doet. Dus en misschien klinkt het ook een beetje als simpele tips, maar jij bent natuurlijk een volwassen man. En dit is denk ik een beetje een TikTok gericht aan de wat jongere kijkers die voor het eerst gaan beginnen met scheren en echt denken van oké, ik heb geen idee. Nou, leuk. Dus neem vooral een kijkje op ons TikTok als je een vraag hebt waarvan je misschien denkt, hey, daar is wel een antwoord op. Of stel een vraag als je een vraag hebt. Oh ja, tuurlijk. Ja. Stel je vragen en wie weet antwoorden wij. Ja. Dat was hem alweer. Mm. Leuk dat jullie hebben geluisterd. Wow. Vergeet niet met Roos te flirten. Of oh, nee. Als jij zelf denkt, ik ben expert in flirten, sluit in de DM om er een beetje te helpen. Anders wordt het een lange zomer. Ja, denk je dat ze nu dat de luisteraar iets heeft geleerd? Van, ik denk dat we allemaal niet echt ofwel goed erin zijn om het te herkennen of om het zelf te doen. Of te het blijft natuurlijk... Best wel ingewikkeld. Ja, geef ons tip. Is gewoon moeilijk. Tips. Oh nee, ik heb wel een goede tip gegeven. Oh, van gewoon niet bang zijn om afgewezen te worden. Ja, dat, maar dat je, is echt mijn je hoofd. Kan dus eigenlijk niet echt afgewezen worden met Nou, dat kan wel best wel goed. Ja, oké. Nou, ik heb gemerkt dat het best goed kan. Ja. Ralf, wat een hele goede tip. Schrijf hem op een briefje en hang hem boven je bed. Doei. Doei. Hoi. Spuiten en slikken, de podcast. Voor je wekelijkse porties